Unmuten. En die eraf. Goedemorgen. Daar ben ik dan eindelijk. Ik had even wat voeten in aarde voordat ik live had. En ik ben alleen live op Facebook, want ik kreeg hem niet aangesloten op YouTube. Daar ga ik van de week even naar kijken. Goedemorgen Sonja. Goedemorgen Betty. Wat gaan we doen vandaag? Ik ga hem gelijk even switchen. Hoppatee, dan hier mijn handen. En we gaan werken met de Fancy Flora. Dit is ook gelijk de bundel van deze week. Ik ga even een lamp uitdoen. Want dat is beter voor het licht. Zo. Dan wordt hij wat beter gezien hier. Goedemorgen Ton, goedemorgen Petra. Leuk dat jullie er zijn. Hij is niet op YouTube, dat zal ik er gelijk even bij zeggen. Ik ga hem straks wel op YouTube uploaden, maar dat waarschijnlijk staat hij daar vanavond pas op. Ik ga werken dus met de Fancy Flora Suite. Ja, die heb jij besteld inderdaad, Peter. Die heb jij in je startpakket zitten. En deze is echt fantastisch, hij is zo mooi. Ik ben die vergeten erbij te pakken. Nou, die krijgen jullie vast nog wel te zien van de week, want ik ga er de hele week mee werken. En het designpapier, daar begin ik even mee. Het zijn er 12 verschillende designs. En daar zitten er 4 in een pakje van ieder design. Dus er zitten 48 vellen in een pakje. Nou, kan ik me voorstellen dat als je alleen bent en je het alleen voor de hobby doet, dat je niet alle designpapier wil hebben. Ik heb hier er alle 4 van in gedaan. Ik heb ook een paper share, oftewel een papierdelen. En dat zijn pakketten op maat. Dan mag je het papier uitkiezen wat je hebben wil. Je krijgt dan dit formaat papier en je mag zoveel pakketjes bestellen als dat je wilt. Kijk gewoon even rustig op mijn website. Daar is die te vinden. En zullen we gewoon gaan beginnen met een kaartje maken? Lijkt me toch wel lekker. Ik maak er 2 vandaag. 1 gewone en 1 funfold. En we beginnen natuurlijk met het eenvoudige kaartje. Ik heb geen voorbeelden gemaakt. Daar ben ik niet aan toegekomen. Helaas. We gaan met deze kleuren werken. Calypso Coral, Pool Party en een velletje designpapier. En uiteraard wat wit zo meteen erbij. Hier is mijn snijmachine. Dan gaan we met de gewone basismaat aan de slag. En dat is bij mij over het algemeen 14,5. Bij 21. Nou is een kaartkarton altijd 21 centimeter in Europa. En dan ril je hem door midden op 10,5. Dan heb je je basiskaartje klaar. Die gaan we straks al even natrekken met vouwbeen. Dan snij ik een matje van Pool Party. Van 10 bij 14. Gewoon omdat ik dat eigenlijk altijd wel mooi vind. En het gelijk allebei de kleuren uit het designpapier pakt. En het designpapier snij ik op 9,7. Want ik vind een klein randje Pool Party eromheen wat mooier. Je kunt hem ook gewoon op 9,5 snijden. Welke kant zou ik doen? Ja, deze, want hier is lekker veel Pool Party in. 9,7. Bij 13,7. Die kan mooi op de envelop. Dan hebben we nog wat wit nodig. Daar draai ik me even voor om. Dit zijn de. Een matje van 10 bij 14 voor de binnenkant. Ja, die is 14. Dan heb ik nog een mooi strookje over om te stempelen, maar ik denk niet dat dit genoeg is. Dat gaan we zo meteen zien. Leg ik eventjes aan de kant. Dan ga ik beginnen met de stempelset erbij halen, want er moet gestempeld worden.
2 stempelsets in dit productpakket. Het is een compleet pakket. Er zitten 2 stempelsets in. En daar zit een Nederlandse stempelset bij. Echt iets bijzonders. Mooie teksten. En wil je hem in het Nederlands bestellen? Het nummer is 161,58. Ik zal het bundelnummer en dergelijke er straks ook even onder zetten. Want het zijn niet alleen de stempelsets natuurlijk. We hebben fantastische stansen erbij. Een hele uitgebreide labelset. En bij de two-tone bloemen. Dat is een dubbele set. Daar hebben we de bloemen, de contouren van de bloemen en een achtergrondstans. Je gaat het van de week vast terugzien. Want iedere dag komt er wel nieuwe inspiratie met dit productpakket online. Wat gaan we eerst doen? Even kijken. Ik ga eerst de bloem stempelen. En het takje. Nou, jullie zien dat die al gebruikt is. Deze heb ik al mee laten komen met de pre-order. En toen was mijn team hier. Toen hadden we teammiddag. Ja, en die waren natuurlijk reus. Want die waren niet mee geweest naar ons steeds. Dus die hadden hem ook nog niet gezien. Nou ja, die wilden natuurlijk toch eventjes zien hoe het eruit zag. Die hebben er heerlijk mee gestempeld. En ik heb er zelf nog helemaal niets mee gedaan. Dus de eerste keer dat ik hem zelf gebruik. Het is echt heel erg, hè? Goedemorgen, Bishenka. Zeker, goedemorgen. Zo, eventjes wat blokken erbij. Die zetten we op een blok. En ik ga stempelen de bloem in het Petal Pink en Calypso Coral. En zometeen de tekst ga ik, denk ik, met Pool Party stempelen op wit. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Ik had graag voorbeelden willen maken, maar ik ben er gewoon niet aan toegekomen. Ik ga de basis van de bloem. Ik ga het eerst even een stempelmat pakken. Want fotopolymeer stempels, ik kan het je echt aanraden. Schaf zo'n matje aan. Een stempelmatje, oftewel een prikmat. Want je fotopolymeer stempels stempelen echt veel mooier af hierop. Het Petal Pink. En daar doe ik de tweede stempel overheen. En misschien moet ik nu wel even met mijn hoofd eroverheen gaan hangen. Heb ik hem goed? Jawel, ik heb hem wel goed. En dan krijg je dit effect. Een fantastisch mooie stempelset is dit. Dan wil ik het blaadje nog eventjes in. Nou, die stempel ik gewoon in het Pool Party, want dan hou ik hem lekker in dezelfde kleurlijn. En die heb ik natuurlijk ook hier liggen als het goed is. Ja. Zo. Dat was bijna vol in de stempelpet. Dat was bijna vol mijn handen erin. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen Esmeralda. Oh, dat wordt gezellig als ik straks moet gaan knippen voor YouTube. Want ik vind het altijd verschrikkelijk als iemand de hele dag goedemorgen zit te zeggen in zo live. Nou, die is gestempeld. En uiteraard hebben we hier gewoon de stansjes van. Die pakken we er even bij. Eentje voor het blad. En eentje voor de bloem. En volgens mij is dit de bloem. En ik heb ze lekker te dicht bij elkaar gezet. Om ze in één keer uit te kunnen stansen, denk ik. Nou, het zou wel eens precies kunnen lukken. Nee, net niet. Dat ga ik niet doen. Ik pak even het kleine stansmachientje erbij. Zo. Maar je doet, als je een live doet, doe je automatisch toch dat goedemorgen zeggen. Het is natuurlijk ook best wel onbeleefd om jullie gewoon lekker te laten zitten. En ja, Willy, het is echt een aanrader, deze stempelset. Hij is echt fantastisch. Supermooi.
En toch weer bloemen, hè? Ik blijf toch in die bloemen hangen. Ik geloof dat ik vanmorgen iets te goed heb opgeruimd hier. Nee, hier. Ik heb hem. Ik denk, oh. Ik heb geen tweestamsplaatjes. Maar ik heb ze wel. Hij moet gesmeerd worden, hij piept. Dat is bloemetje. Nou, dan pakken we de tak ook gelijk even. En natuurlijk zet ik straks, als ik... Ik maak tegenwoordig ook iedere dag een blogbericht. En daar komen de maatjes en dergelijke van de kaart in te staan. En die van de Fenty, ik moet zeggen, die van de Funfold die ik vandaag heb, ik vind hem hele leuk voor Funfold. Dus misschien vinden jullie er niks aan, maar ik vind hem erg leuk. En ook daar komen de maatjes. Ik heb hem gezien bij een Amerikaanse. In inches. Ik heb hem omgerekend naar centimeters. Want ik weet dat er heel veel Nederlanders zijn die het wel prettiger vinden om met centimeters te werken. En ons kaartkarton heeft gewoon andere maten. Ja, Ton, hij is heel mooi. En die mag wel in je startpakket. Dus als we hem samen gaan starten, zet hem er maar bij op je lijstje. Want je was al een lijstje aan het maken, begreep ik. Die heb ik klaar. Dan heb ik nog een stukje wit nodig voor de label. Want ik ga even, denk dat ik eerst ga stempelen en daarna ga stansen. Dat vind ik over het algemeen makkelijker. Ik weet dat er een heleboel mensen zijn die andersom makkelijker vinden. Nou zit ik weer omgekeerd te praten natuurlijk. Want ik moet nog een stukje papier pakken. En hier snij ik gewoon even een randje af, want anders past die straks niet door de stansmachine heen. Deze stansmachine op zijn breedst geloof ik 8 centimeter, wat je er doorheen kunt halen. Ik zal straks even namen. Dit is overigens ook het stansmachientje, wat je in 2 kleuren bij een startpakket kan krijgen. Dus deze, of de blauwe, de Boho Blue, dat is een nieuwe in color. Dus dat is alvast een voorproefje voor de jaarcatalogus. Deze 2 mag je, die kun je kiezen in je startpakket. En daarnaast mag je het gewone startpakket, dus het celebration pakket van €230 aan producten uitkiezen. Als dat geen mooi aanbod is. Ik zou het wel weten. Ik had wel gewild dat dat bij mij zo was. Zeker als je net begint is dat een super aanbod. Want je kunt er gewoon echt heel veel bij kiezen. Een label. Want ik zit weer lekker te kletsen. Hij heet ook Kaart en Klets natuurlijk. En dan, hier, wat gaan we erop zetten? Maar met jou zelf, hè? Heel veel sterkte, geniet, laten we proosten. Neem de tijd en het komt goed. Zal ik die doen? Ja, dat vind ik wel een mooie. Of een verlaten verjaardagskaart, want daar ben ik ook zo goed in. Nou, was dat een van mijn goede voornemens. En mijn eerste serie. De jaarskaarten is op tijd op de post gegaan. Ik weet niet of de post op tijd is, maar ik had ze op tijd op de post. Dus ik hoop dat ze ook op tijd bij de jarigen zijn. Dat is wel zo leuk. Ik heb inmiddels, want ik ben eind deze maand ook jarig. En ik heb hier inmiddels al een hele grote stapel kaarten liggen. Die pas open mogen met mijn verjaardag. En ik ben pas de laatste dag van januari jarig. Dus ik moet nog even wachten. Nee, ik doe toch die andere, denk ik. Ik vind deze stempel te groot. Voor het labeltje wat ik wil gebruiken. Neem de tijd en het komt goed. Die vind ik ook mooi. Ik zou in het poolbord... Nee, ik doe het toch in het Calypso Coral. Is wel het mooist bij die basiskaart. Dan houden we lekker de basiskleur aan. Zo. Die stempel ik hier. Dan ga ik hem uitstansen met een van de labels. Die labelstansen zijn echt zo leuk. En ik pak hier de grootste. Want ik wil die bloem en dat takje ook op het label hebben. Dus ik ga hem zo uitstansen.
En dan komen de bloemen en het takje er straks bovenop. Een leuk lintje erdoorheen. En je hebt gewoon echt een, tenminste, al zeg ik het zelf, een heel gezellig verjaardagskaartje. Zo, die hebben we nodig. Die hebben we nodig. Deze erop. Nou, moet daar eigenlijk voor het lintje een gaatje in komen. En volgens mij hebben we daar een fantastisch extra labeltje voor liggen. Die je er gewoon in kunt leggen en tegelijkertijd kunt stansen. Ja, hoppata. Dit komt allemaal dus uit diezelfde bundel / productcollectie. Want dit is echt een complete en hele uitgebreide collectie. Kijk, dan heb je er een mooie, behoorlijk groot gaatje in, vind ik. Die houden we de volgende keer wel klein. Nee, dat is mooi, want ik heb heel breed lint. Dus dat komt wel goed uit. Hier gaan we eerst een lintje doorheen halen. Het hoort allemaal bij dezezelfde, behalve het twine, hoort alles bij dezezelfde collectie. Dus even een stukje lint afknippen. Die gaat er doorheen. Die zet ik vast met een stukje twine. Gewoon omdat ik het leuk vind. En het een beetje extra feestelijk te maken. Zo. Houd je eromheen. Dan heb je het lintje ook gewoon gelijk lekker plat. Dan ben ik niet zo goed in strikjes maken. En zeker niet live. Daar heb ik echt een gruwelijke hekel aan. Maar goed. We doen het gewoon. Daar moeten we maar eens overheen stappen. Ik ben altijd geneigd om dit al van tevoren te doen. Het is altijd een gepriegel van je welste natuurlijk. Nou, ik moet zeggen, hij wordt best redelijk. Het lukt vrij redelijk. Ja, Mary, ik heb dat ook hoor, dat ik beide maten kan gebruiken, inches en centimeters. Maar het is wel fijn. En ik vind soms de verhouding in centimeter ook, centimeters ook mooier als in inches. Zeker met onze enveloppen. Zo, die is klaar en die ga ik verhoogd op het kaartje zetten. Maar dan moeten we eerst het hele kaartje even opbouwen. Hier wil ik zo meteen nog even op stempelen. Nou, de voorkant komt deze mat op en deze mat op. Dus die zetten we als eerst op elkaar. Lijm is ook wel handig, denk ik. En natuurlijk je tombo. Yes! En dit doe ik het liefst met vloeibare lijm. Want dan kun je nog een beetje schuiven met dat papier. Om het een beetje recht te krijgen. Zo. Hoppata. En je hoeft niet zoveel lijm te gebruiken als dat ik nu gebruik hoor. Het kan best wat minder. Maar doe niet te weinig, want dan kun je niet schuiven. Zo. Deze komt er verhoogd op. In plaats dat ik nou gelijk dat ding meeneem. En met dat ding bedoel ik dit. Dat is mijn houdertje met al mijn plakmiddelen. Daar zit overigens ook een video van op mijn YouTube-kanaal. Die kun je zelf maken. Gewoon papier of karton. Beetje designpapier en je hebt gewoon heel makkelijk. Nou, dit is wel heel ruig wat ik nu doe. Is niet nodig hoor. Vier waren ook genoeg geweest. Zo, neem de tijd en het komt goed. Die zet ik er gewoon wat schuin op. Omdat ik dat wil. Zo,
En daar een takje. Dan doe ik het bloemetje toch ook nog even op dimensional zetten. Dan pak ik even de kleintjes voor. Gezellig, een beetje verhoogd. En ik vind dat zo'n kaartje niet zonder bling kan. En er zit leuk gekleurd embellishment die hier heel mooi mee matcht. Bij in het productpakket. Dan heb ik echt bijna alles uit het pakket gebruikt, behalve het shimmerpapier. Nou, dat vind ik toch knap. Dat gebeurt me weinig dat ik alles in één keer gebruik. En ik heb er niet eens echt over nagedacht. Zo. Een paar blinkstenen erop. En ze glimmen echt. Ze glimmen je tegemoet. Hoppata. Voor de binnenkant. Natuurlijk. Nog een stempeltje. En wat zal ik doen? Het takje en het bloemetje of alleen het bloemetje? Ik denk alleen het bloemetje. In dezelfde kleuren. En dan eigenlijk een envelop in dezelfde stijl. Waar heb ik die mat nou weer gelaten? Yes. Daar. Hier onderop. Eén bloem is zat. En dan zou je hem eventueel kunnen masken. Dat laat ik de volgende keer zien. Om daar nog wat takjes achter te zetten. Geen poolparty nu. Dat zou ik niet doen. Zo. Hoppatee. Hij is echt mooi, hè, die bloemen. Wow. Dat effect. Je hebt gewoon gelijk effect. Dat is gaaf. Deze gaat aan de binnenkant van de kaart. Ja, dan moet die envelop er toch ook bij. Dat vind ik eigenlijk wel. Want bij een kaart, altijd een envelop. En verstuur je kaart ook. Ook al is het belachelijk duur, al doe je er maar één per maand. Het is inderdaad, ik geef direct toe dat die postzegels echt achterlijk duur aan het worden zijn. Of gooi af en toe even bij iemand die alleen is of ziek is of waarvan je weet dat dit. Gooi daar gewoon even een kaartje in de bus. Dan scheelt het je alweer postzegels en het doet echt altijd goed. Nou is deze aan de korte kant voor een envelop. Maar ik vind het wel leuk, want anders blijven die randjes over. En dat vind ik eigenlijk altijd zonde. Dus die gaat gewoon achter op het envelopje. Op de klep. Krijg je een mooi geheel. En ik ben niet zo van het restjes bewaren, dus bij mij gaat dat dan op den duur toch weg. Zonde, maar het is echt het schandelijk, ik weet het, maar het is gewoon zo. Als je heel veel fotoverwerking doet, en daar ben ik net mee begonnen, superleuk om te doen, dan zou je ze daarvoor kunnen gebruiken. Maar ik kom gewoon tijd tekort. Te veel hobby's. Nou, ik vind het niet zo snel hoor, donderdag, Petra. Want ik heb de verschillende gehoord. Die hadden het de andere dag al binnen. En dan ineens komt er weer vertraging in. Ik vind dat toch wel bijzonder. Doen we aan de voorkant nog een stempeltje? Ja, we doen aan de voorkant nog een stempeltje. Inderdaad. En daarom kijk je ook naar dit soort dingen. Zonder dat soort ideeën aan de hand te krijgen. Daar doen we het voor. En nu doe ik het dus met. Nou, pak ik even rood erbij. Want ik pak Calypso Coral. En die is eigenlijk. Daar kun ik geen petal pink overheen zetten.
Dan doe ik de contouren even in het rood. Poppy Parade, die past er wel mooi bij. En dan kun je ook gelijk zien dat dat weer een heel ander effect geeft. Dit deed ik per ongeluk, want ik zit ondertussen twee dingen tegelijk. Het werkt nog steeds niet bij een mens. Want dan zit ik mee te lezen. Ja, dat wil wel, maar je ziet hem heel slecht. Beetje jammer. Maar, vind ik toch wel... Ja, hij is goed zo. Leuk kaartje. Denk ik. Ik vind hem... Ja, klaar. Ik vind hem gewoon leuk. Klaar. Ik heb hem nog niet... Ik heb hier ook geen vouwbeen liggen. Die moet ik wel even pakken voor het volgende kaartje. Want daar heb ik hem echt nodig. Het volgende kaartje is een fancy fold. En daar gebruik je ook behoorlijk wat papier voor. Dankjewel, Willy. De fancy fold. Ik neem even een slokje koffie. Maar als ik alleen zit, ben ik ook altijd 100 dingen tegelijk aan het doen. Maar dat kan ik nu niet doen natuurlijk. Dan begin ik mijn kamer op te ruimen halverwege en zo. En dan van dat soort dingen. Het volgende kaartje is in totaal andere kleurstelling. Dat vind ik dus ook zo leuk om dit designpapier. Er zitten heel veel verschillende kleurtjes in. En dit zou je heel goed... Dit wordt ook een kaartje voor een man overigens. Want voor, ik weet al naar wie deze toe gaat. En ik denk dat daar dit papier ook heel goed voor te gebruiken is. Ik ga eerst het papier snijden. En daar heb ik wel mijn aantekeningen bij nodig. Dus waar heb ik die gelaten? Die liggen hier. Want daar staan alle maten op. En het papier snijden op 14,5 bij 28,5. Dus je hebt eigenlijk bijna de volledige A4 nodig. Zo, die heb ik straks nodig voor de bellyband. En 28,5. Zo. Dus er gaat nog een heel klein randje af. Dat hou je over. Dit. Dan ga je rillen. Op. Drieënhalve centimeter. En ik zet de maten in mijn blog vandaag hoor. In de blogbericht van vandaag. Daarna ga je rillen op 14,5. Dan schuif je door naar 24. En dat was het rillen. Zo, pak ik even het vouwbeen. Ik heb zo deze nog nodig. Maar ik pak eerst even het vouwbeen erbij om alles even na te vouwen. Je vouwt eerst even al die rillijnen na. En alleen de smalste lijn vouw je de andere kant op. Zeg ik dat goed? Nee. Ja, dat zeg ik wel goed. En ik heb iets niet. Oh, deze gaat zo, die gaat zo. Ik heb ze de verkeerde kant op gevouwen, zeker. Ik heb dus echt de verkeerde kant op gevouwen. Nou, moet ik toch even kijken. Die had andersom gevouwen moeten worden. Nu heb ik de middenlijn gewoon dubbel gevouwen. Dus je vouwt deze de verkeerde kant op. Dus die ga je naar achteren vouwen. Deze vouw je gewoon dubbel en deze vouw je gewoon dubbel. Dus over je dalvouw heen. En nou gaan we het designpapier snijden. En dat is best nog wel een verhaaltje. Ik heb daar eventjes een malletje voor gemaakt voor mezelf. Want we gaan met verschillende stukjes werken. Voor dit stukje, voor het smalste stukje, heb je twee stukjes nodig. Maar één stukje doe ik hiervan.
Aan één stukje doe ik hiervan. Ik begin met het gebloemde papier. Die ga je eerst even naar... Alles moet 14 lang worden. Dus soort, ik snij hem eerst even naar 14 centimeter. En dan snij ik eigenlijk het saaiste stuk eraf hier bovenaan. Dan snij je een stukje van 14 bij 3 centimeter. Die wordt voor de voorkant. Vervolgens hebben we nog een stukje nodig van voor deze kant. Voor die. Kijk. Het eerste stukje is voor deze. Het tweede stukje is hiervoor. En het laatste stuk komt hier. Dus dit wordt er eentje van 14 bij 4 centimeter. En dat wordt er een van 14 bij 9 centimeter. En die is te smal, dus je hebt twee stukjes van dit designpapier nodig. Ik wist het. En ik heb hem weggelegd. Ik wist het notabene. Want dit is 8. En die ga ik straks ergens anders voor gebruiken. Dat is nog wel groot genoeg om daar nog een kaart mee aan te kleden. Dan mag ik hem even snel opzoeken. Dat is altijd zo, hè. Die moet ik hebben. Ik had er ook twee klaargelegd, maar ik heb hem teruggedaan in de Joes. En ik had hem die. En dan snij ik aan deze kant af. Want die sluit het mooiste aan. Op dat andere stuk. Dus 9 bij 14. En dan denk ik persoonlijk dat het verstandig is om dat eerst op te plakken. Deze komt hier. Deze komt hier. Die komt hier. En zo lopen ze redelijk goed in elkaar over. Je zou dit nog verder uit kunnen meten. Maar dan moet je echt je hele stuk papier... Ik ga ze gewoon echt gelijk opplakken. Dan kan ik ook niet de mist ingaan. Zo, deze komt op de voorkant. Deze komt op de andere flap, dus die daar straks op aansluit. Oeh, dat vind ik knap. Goedemorgen, Angelique. Ah, Wilma. Die. En deze komt hier. Dus dat is de derde. Dan hebben we nog twee matjes nodig van designpapier voor de binnenkant en een witte mat om op te schrijven en te stempelen. Dus dit is wel een, wat ze bij ons in het jargon zeggen, dan, dit is een dure kaart. Hier gaat veel papier in zitten. En waarschijnlijk is die ook zwaar. Dus ik denk dat er ook twee postzegels op moeten. Er zit natuurlijk aardig wat kaartkarton in. Hier komt een blanco stukje designpapier op. En hier komt een blanco stukje. En dat is dus die van 14 bij 3. En dit is die van 14 bij 9 centimeter. Dus ik ga hem ook weer eerst op 14 snijden. En ik heb het van de week ook heel stoer tegen iemand gezegd. Gewoon je papier snijden. En bij deze denk ik wel van... Wow. Deze heeft ook zo'n mooie andere kant. Maar ja, papier, zeg ik altijd, is om te gebruiken. Dus dat gaan we ook gewoon doen. En deze is weer 9. Hoppata. En de combinatie is gewoon mooi.
En dan heb ik nog een stukje wit nodig. Basic white, 14 bij 10 voor de binnenkant. Die komt hier. Ik ben bijna klaar. Ik moet de bellyband zo meteen nog snijden. Zo. Die zit niet recht. Dus schuif, schuif. Hoppata. En meestal ga ik er nog even met mijn vouwbeen overheen om het lijm goed te verdelen onder de matten. Nog een matje erop. Ietsje naar beneden. Ik ben niet echt recht aan het plakken vandaag. Oeps. Hij zit gelukkig niet gelijk vast. Dat scheelt. Zo, daar ben ik wel tevreden over. Hier wil ik natuurlijk ook gewoon even een bloem op hebben. Dan moet ik die bloemen nog schoonmaken, want dat had ik gewoon niet gedaan. Zucht. Een hele diepe zucht was dat. Dat betekent dat ik me erger aan mezelf. Want ik was gewoon dingen vergeten. Nou ja, ik had zoveel rommel op mijn kamer liggen dat ik eerst ben gaan opruimen. Dat had ik beter niet kunnen doen. Had ik beter mee kunnen wachten tot na die tijd. Dus nu kwam ik wat krap in mijn tijd te zitten. Zo. Die bloem doe ik eerst in het crumbcake. En dat crumbcake stempel ik ook even af. Want mijn crumbcake is vrij donker. Ik heb namelijk pas een nieuwe. Zo. En dan doe ik de extra stempel in het soft suede. Bovenop. Zo. En deze komt aan de binnenkant van de kaart te zitten. Doe ik daar nog een tekstje bij. Even kijken waar mijn teksten zijn gebleven. Zo. Heel veel sterkte. En die aan de binnenkant van de kaart. Nou zie ik dat ik deze te smal heb gesneden. Die had dus 10 bij 14 moeten zijn. En ik denk dat ik hem op 9 bij 14 heb gesneden. 9,5. Ja, is wel 10 bij 14. Wow. Oké. Okay. Ik had hem dus 10,5 moeten snijden. Niet! Zo handig. Zo. Dat is hem. Dan gaan we nog een bellyband maken. Met een mooie label erop. En de bellyband maak ik
op 3,5 centimeter. Dus daar pak je dat stuk wat je net van je kaartkarton hebt af. Niet die. Ik had een hele lange strook nog. Ja, hier ligt hij. Daar is hij. Die snij je op 3,5. Ik doe het even aan die kant. Want dan heb ik hem gewoon aan allebei de kanten even goed tegen de aanslag aan liggen. Zo, 3,5. Dan maak ik hem eerst even om de kaart. Hè? En dan snij ik hem pas op maat. Dat doe ik eigenlijk altijd zo. Omdat ik dat gewoon de makkelijkste manier vind. Zo. Hier mag wel een stukje af. Een 1,5 centimeter. En ja, dat is best wel een beetje verspilling van je kaartkarton. Maar je krijgt er wel de meest precieze bellybands van. Goed recht. Even lekker natrekken die wou. Zo, dat geldt ook voor die kant. Pas of die goed is. Zeker wel. Ja, ook een beetje aan de buitenkant van die vouw. Zo. Nou, je mag ook wel een stukje af. Anders wordt hij wel heel erg lang. Kijk, 3 centimeter. Hoppata. Die zet ik even vast met tape. Als ik dat erin heb zitten. Nee. Ja, daar is mijn tape. Ik heb gisteren heel veel mee naar beneden genomen. Want ik doe mee aan project 52. Dat is een wekelijks fotoalbum. Een wekelijks ja, soort fotodagboek, kun je wel zeggen. Iedere week een foto, 1 of 2 foto's verwerken. Vanmorgen gemaakt is dat. En ik vind dat echt superleuk. Maar dan ga ik wel zondagsmiddag, vind ik het niet zo gezellig om boven te gaan zitten. Dus dan ga ik even gezellig naar beneden zitten. Maar ja, dan sleep je ook weer van alles mee naar beneden. En ik heb het een en ander nog beneden staan. Dus niet zo handig. Die haal ik eraf. Oh, ik zal even vertellen wat ik gedaan. Ik heb dus tape 1 keer aan de buitenkant op de bellyband gezet. En de andere staat aan de binnenkant. En dan ga je hem gewoon over elkaar heen plakken. En dan heb je hem gelijk goed vastzitten. Zo. Nou, dan nog een label natuurlijk. Mooi, ik denk dat ik hier gewoon heel eenvoudig een dubbele label op maak. We hebben natuurlijk fantastische labels hierin zitten. Dat heeft eigenlijk verder niks meer nodig. En dan ga ik even kijken welke ik ga gebruiken. Ik denk die. Zo. Welke tekst wil ik gebruiken? Weet ik nog niet. Ik doe de label. Ik weet nog niet wat voor tekst erop komt. Ik doe de grootste stans ik uit Soft Suede. En de kleinste uit het wit. En daar komt dan de tekst op. Een tekst op. Hier is mijn stans misschien. Wop. Ik heb het een beetje warm. Het is hier voor me dus nu 1 groot chaos. Oh, daar ben ik zo goed in. Nou, waar heb ik die plaats gelaten? Ah, daar. Zo.
hier moet er nog een tekstje op komen. Jij bent bijzonder. Even kijken waar die zit. Die is het. En die plak je erop. Hier zou je dan nog een klein takje of zo kunnen pijpen. Dat doe ik ook gewoon even. Daar gaat nog een takje overheen zo meteen. Deze komt hier middenop. En die kun je dus zowel met dimensionals als gewoon direct met lijm opzetten. Ik lijm hem maar nu gewoon op. Dan komt hier nog een takje en die doe ik stempelen met soft succulent. Want ik vind bruine takjes dan toch wel weer een beetje dat ik denk van, nou nee, niet helemaal zoals het moet. Even heel voorzichtig. Ik ben aan het stapelen geweest. Ik heb een klein tafeltje naast me staan en dat schuift steeds verder weg. Niet echt, dat is niet echt fijn, zeg maar. Even de rest. Ja, hier heb ik nog een mooi stukje liggen. Zo. Hier heb ik dat kleurtje. Ja, mooi. Even kijken waar ik die schans heb gelaten. Nou, dat waren de stempels. Hier ligt het bloemetje. Maar niet het takje. Zo. Even wat spul bij elkaar weg gaan stapelen, want ik zie door de bomen het bos niet meer. Sorry mensen. Ik heb een bezoek gemaakt. Dat zal toch niet waar zijn, hè? Hier is die. Normaal gesproken heb ik al mijn... stansen heb ik normaal op magneetvellen. Maar dat heb ik bij deze stansen nog niet gedaan. Daar ben ik nog niet... Ik heb behoorlijk de griep gehad in december. En vervolgens kreeg ik er vorige week een positieve coronatest overheen. Heel fijn. Van de griep ben ik behoorlijk ziek geweest. Van de corona heb ik geen last. Dus morgen mag ik gewoon weer... Want ik ben eigenlijk klachtenvrij. Dus morgen mag ik weer naar buiten. Gelukkig. Maar het betekende wel dat ik niet naar mijn zieke zus toe kon en niet naar de verjaardag van mijn schoonzus. Dat is dan toch vervelend. Dat was ook de reden dat ik getest heb, omdat ik naar mijn zus toe zou gaan. Toch voor de zekerheid maar even testen. Want ja, wat heb je eraan als je een hoop ellende binnenbrengt nog weer? Nou ja, toen was ik zelf aan de beurt. En ik kan zeggen, dan word ik ook niet echt vrolijk. Ik weet dat er ergere dingen zijn in het leven, maar ik baal er wel van. Ja, mooi zijn ze, hè? Ze zijn echt heel erg... Ik vind hem fantastisch. Dit is echt op het ogenblik de favoriet uit... mijn favoriet uit de mini-catalogus. Zo, die is klaar. Die plakken we er nog even op. Dit is gewoon een heel ander kleurenpalet als dat we gewend zijn. En ik vind dat wel leuk, eens een keertje lekker out of the box.
lekker anders als anders. En dit zijn natuurlijk ook kaarten die je ook prima naar een man toe kan sturen. Hè? Want dit zijn echt mooie gedekte kleuren. Of je kunt ze gebruiken als condoleanskaart. Want daar zijn ze ook heel mooi voor. Ik kan er echt wel een aantal dingen mee bedenken. Zo, die doen we hier. En dan is dat kaartje ook klaar. Dan hebben we... Hier zou ik dan op de envelop gewoon twee takjes stempelen. Dat ga ik straks ook nog wel even doen. En dan gaat hij... En geen bling, geen toestanden erbij. Heel eenvoudig. Het kaartje heeft van zichzelf al meer als genoeg poespas eraan, zeg maar. En dat was het eerste kaartje. Dat waren ze voor vandaag. Volgende week... Ben ik er weer. En volgende week ga ik de Valentijnsbundel gebruiken uit de mini-catalogus. Even kijken waar die staat. Maar dan niet voor Valentijn. Want ik ben helemaal niet van de Valentijn. Maar de kleuren uit deze set zijn gewoon super schattig. En dit is ook wel voor andere dingen te gebruiken. Dus dit wordt de bundel voor volgende week. Daar ga ik van de week nog helemaal niks mee doen. Deze week is voor de Fancy Flora. Daar ga ik me even helemaal op uitleven. Jullie allemaal, heel erg leuk dat jullie er waren en bedankt voor het kijken. En wie weet zien we elkaar volgende week terug. Doei doei!